Welkom bij de I Am Groots podcast. Ik ben Siska, oprichter van I Am Groots. Ik help ondernemers om hun bedrijf heel stevig neer te zetten en te laten groeien, zodat zij meer grip krijgen op hun bedrijf, op hun klantenstroom, op hun omzet en daarmee op hun leven en vrijheid. In deze podcast neem ik je mee in mijn avonturen als ondernemer en deel ik al mijn tips met je over ondernemen en hoe jij jouw bedrijf ook kunt laten groeien. Heel veel luisterplezier. Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. En ik ben vandaag ontzettend vrolijk en mega trots en blij, want ik heb vandaag weer de coaching call gehad met de mensen uit de Summer School, de ondernemers die daaraan meedoen. En dit was nog maar de tweede, dus we zijn pas anderhalve week onderweg. Maar man, ik ben nu echt al zo super trots op ze en er komen nu al zulke mooie dingen uit. Echt grote inzichten. Heel veel focus, dus echt van, oh ja, waar sta ik nu en wat zijn dan voor nu de stappen die ik mag zetten? Wat is dan voor nu logisch? En ook al hele leuke nieuwe klanten en ook mooie contacten voor de toekomst. Dus ja, echt, echt heel gaaf en ik ben zelf zo ontzettend trots op die vrouwen die er zo vol in gaan en die echt al stappen maken. En ook op mezelf en ik wou zeggen, dat klinkt een beetje gek, maar dat klinkt eigenlijk helemaal niet gek. Want hallo, je mag toch verdorie wel trots zijn op jezelf en wat je doet. En ja, dat programma is zo mega goed. En ik ben zo trots op dat programma. En hoe stevig het is en hoe goed het is. En ja, wat het met mensen doet en wat het teweeg brengt. En ja, we hebben nog 7 weken voor de boeg. We zijn pas in week 2. En nou, als ik nu kijk wat er nu gebeurt en ja, wat voor enorme stappen er gezet worden nu al, dan ja, ben ik alleen maar super eager voor more en voor de komende 7 weken. En dat brengt me meteen ook op een heel leuk nieuwtje. Want ik heb ook besloten dat ik de Summer School vaker wil gaan doen, omdat het zo enorm krachtig is en omdat het zo'n goede stap is als jij als ondernemer ook nog een beetje zoekende bent in je zichtbaarheid. Dus of je bent het nog helemaal niet, of je bent het misschien al wel, maar nog niet helemaal hoe je het wil, of het loopt nog niet zo lekker. Dan is het zo'n goed programma om dat op gang te krijgen en om vanuit vol vertrouwen met een duidelijke boodschap en de juiste stappen in je achterzak om dan daarmee aan de gang te gaan. En ik geniet zelf echt ook heel erg van het programma draaien. Dus de coaching calls, de modules heb ik nu voor deze ronde helemaal weer verbeterd, aangepast, aangevuld. En ik krijg er zelf zoveel energie van en ik word er zo blij van dat ik dacht, ja, ik wil gewoon hem nog een keer draaien dit jaar. Dus ik ga hem dit jaar nog 1 keer doen. En jij bent de eerste die het hoort hier. En ik ga hem doen einde van de zomer. Want augustus ben ik lekker op vakantie. En ik ga vanaf september ga ik hem nog 1 keer draaien. Laatste keer van het jaar ook meteen. Dus daarna is die voorlopig wel dicht. Maar 7 september start nog 1 keer dit jaar de Summer School zichtbaar worden. Dus nou ja, het is een beetje de Indian Summer School, hè? Want een beetje late zomer, maar ha, ach, what's in the name. Dus het blijft gewoon voor deze ronde, blijft het gewoon de Summer School zichtbaar worden. Maar dan late zomer vanaf september. Dus misschien ben je ook deze zomer op vakantie en ben je vanaf september weer lekker vol aan de bak. Dan kan je nog 1 keer dit jaar instromen. En de website en de inschrijving en zo staat allemaal nog niet online, dus dat komt eraan. Maar als je nu al denkt, wow, ja, ik wil echt sowieso zorgen dat ik een plekje daarin heb, stuur me dan even een berichtje. En ik heb wel de wachtlijst weer opengezet, dus je kunt ook jezelf even op die wachtlijst zetten en dan ontvang je nou ja, ergens in augustus, denk ik, ook alle informatie. Maar
Ik denk dat je beter even me een berichtje kan sturen, want dan kijken we gewoon eventjes al iets eerder of het iets voor je is en of je daar een plekje in wil reserveren. Dus dat is even het nieuwtje van de dag. En verder gaat het ook echt heel lekker en zit ik er super lekker in en geniet ik echt van alles wat er nu gebeurt en is er heel veel in beweging. En dat is wel echt heel erg leuk. En dat is ook een linkje naar waar ik het vandaag met je over wil hebben. Maar eerst even daarover. Er zijn weer heel veel nieuwe aanvragen en nieuwe klanten ook die gaan beginnen met ook weer 1-op-1 trajecten. Dus dat is ook onwijs leuk. En ik ga zelf ook weer met een coach werken. En dat heb ik gisteren besloten. Ik dacht, ja, ik heb ook wel weer echt zin om zelf weer echt nog meer te gaan groeien, nog meer te leren zelf, ook weer de volgende stap te maken in het ondernemerschap. En ja, dat blijft natuurlijk gewoon een soort ongoing proces en vallen en opstaan en dingen leren en ontwikkelen. En ik heb echt zin weer om daar weer actief mee aan de slag te gaan. Ik had even een tijdje dat wat minder. Ik heb vorig jaar natuurlijk best wel een intensief traject gedaan en daarna dacht ik van het is echt eventjes goed zo. Maar ja, nu heb ik er weer echt heel erg zin in. En dat was ook onder andere door het mooie gesprek wat ik vorige week in de podcast had met Merlin. Misschien heb je hem al gehoord, maar als je het niet hebt gedaan, ga zeker even de vorige aflevering luisteren, waarin ik met topfotografe Merlin Bartman spreek. En van dat gesprek kreeg ik ook weer zoveel energie en inspiratie om zelf ook weer nog groter te denken en ja, op een nog hoger niveau weer te gaan ondernemen. En daar, ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Heb ik heel veel zin in. Ik heb zin om mezelf weer echt uit te dagen, bij te leren. En nou, dat ook iemand mij weer even een spiegel kan voorhouden. Want ja, je hebt toch gewoon zelf af en toe wel blinde vlekken. Ook al heb ik mijn lieve teamleden die me daar ook wel eens op wijzen, maar toch is ook een coach echt heel erg fijn. En ik raad het iedereen natuurlijk altijd aan ook om met een coach te werken. En dat doe ik zelf ook heel graag. Dus dat ga ik ook doen. Ook onwijs leuk. En ondertussen thuis zijn we hier lekker aan het klussen. De zolder die gaat nu echt heel hard. Dus waar ik eerst vooral voor de liefde met een klein beetje tegenzin ging helpen met klussen, begin ik nu de lol er wel van te zien. Ook omdat het nu wel echt concreet resultaat oplevert. En ik nu zie waar het heen gaat. En dat het nou echt al een heel eind is. Dus ik kan niet wachten tot we daar straks alles helemaal kunnen schilderen en inrichten en gezellig maken. Maar ja, dat duurt nog even. Dus dat ben ik ook nog aan het doen in onze vrije tijd, vrije weekendjes en onze vrije dagen. En Dave en ik hebben elkaar nog steeds niet hersens ingeslagen of elkaar het huis uitgestuurd. Dus so far, so good. Het samen klussen vergaat ons nog steeds goed. En nu hou ik op met kletsen, want nu wil ik met jullie echt gaan praten over iets heel belangrijks en een mooi inzicht wat ik zelf de afgelopen weken had, doordat ik met de lancering van de Summer School bezig was. En wat dus interessant is, dat afgelopen winter, vanaf januari, had ik onwijs goede maanden in mijn bedrijf. Het ging hartstikke lekker, superleuke klanten, mooie omzet. En ik denk dat dat ergens me misschien ook een beetje lui maakte misschien wel, of een beetje gemakkelijk misschien. En het is helemaal niet per se heel erg, want voor toen voelde dat goed. Maar daardoor heb ik denk ik heel erg het toch een beetje op zijn beloop gelaten en niet heel erg nagedacht over wat wil ik nou eigenlijk verder. En wat ik dus merkte doordat ik met de Summer School opeens weer heel concreet iets naar buiten bracht, een heel concreet aanbod deed met een bepaalde startdatum, een afgebakend product met een bekende prijs, merkte ik dat daardoor heel veel aanvragen kwamen voor zowel de Summer School, maar ook voor andere diensten die ik aanbod, andere trajecten die ik aanbied.
En dat zorgt voor mij echt tot een heel groot inzicht. En dat hoorde ik ook vorige week tijdens een webinar waar ik in zat. En toen dacht ik, ja, dat is precies wat ik de afgelopen periode merk. Wanneer je geen aanbod doet, krijg je ook geen aanvragen. Dus wanneer jij niet iets concreets in de aanbieding zet, en niet in de aanbieding in de zin van je moet iets met korting aanbieden, maar meer in de zin van iets concreet of iets praktisch en concreet aanbieden van hey, dit is wat ik te bieden heb, krijg je ook geen aanvragen. Het is dus niet zo wanneer je zegt, ja, maar ik heb op mijn website, daar staat een hele pagina met alles wat ik aanbied. Mensen kunnen mij benaderen als ze daar interesse in hebben. En het staat toch in de verkoop? Ja, maar dat is super passief. Dus als jij, stel dat je een winkel bent, dat is misschien een mooie vergelijking. Stel dat jij een winkel hebt en je hebt een etalage en iedere dag lopen natuurlijk talloze mensen langs jouw winkel op straat. En in jouw winkel heb je prachtige kleding hangen. Laten we even kleding nemen. Maar je etalage is leeg. Hoeveel mensen denk je dan dat er binnenkomen naar jouw winkel om een van jouw mooie kledingstukken te kopen? Of kledingstukken te kopen? Heel weinig, of misschien wel niemand. En dat is precies hetzelfde als jij met je website, waar wel jouw aanbod en jouw producten allemaal prachtig op staan, maar je hebt niks actief in de verkoop. Dus je hebt niks in je etalage staan. Wat verwacht je dan dat er gebeurt? En dat zag ik echt ook bij mezelf nu terug. Dat wanneer ik nu weer heel actief iets in mijn etalage had gezet, wat in dit geval dus de summer school was, dat dat heel veel aanzuigkracht had. Ik weet niet hoe ik het anders even moet noemen. Voor ook andere dingen. Dus ik merkte dat doordat ik iets in mijn etalage had gezet en daarover deelde, daar mooie mailings over had gedaan, ook een mooie challenge aan heb gekoppeld, kwamen er heel veel mensen in mijn winkeltje die toch eens gingen kijken van hey, ja, die summer school, ja, interessant, ik ga eens kijken. En die dan ook gingen denken, oh, wat heeft ze allemaal nog meer in de verkoop staan? En er waren een aantal mensen die zeiden, ja, ik voel niet zo heel veel voor een groepsprogramma, ik voel meer voor een 1-op-1 traject. Wat bied je daarin aan? Kunnen we daar eens over bellen? En het was precies hetzelfde als die winkel met zijn etalage. Dus stel, ik heb daar een hele leuke blauwe jurk in de etalage staan. In dit geval even die blauwe jurk als symbool voor mijn summer school. Mensen komen binnen en denken, ja, misschien wel een leuke jurk die ik in de etalage zag. Ik ga toch eens even kijken. En uiteindelijk met een groene broek de deur uitlopen, omdat ze dat ze beter paste. En dat is precies hoe het ook werkt met jou en jouw business. Dus wanneer jij niks in de aanbieding zet, wanneer jij niet iets aanbiedt, blijft het verder ook stil of rustig. En wanneer jij dus af en toe, en dat hoeft echt niet elke dag te zijn, maar wanneer jij geregeld iets in de aanbieding zet, in jouw etalage zet, zul je zien dat mensen ook verder gaan kijken, behalve wat je in de aanbieding hebt gezet. Wat heb je nog meer te bieden? Van, hé, dit wakkert wel een bepaald verlangen aan. Of dit wakkert wel een bepaalde behoefte aan die ik eigenlijk heb. Mensen worden zich daar bewust van en gaan dan verder op zoek. Maar wanneer jij heel erg stil blijft en op de achtergrond blijft en vooral, nou ja, leuke dingen vertelt over wat je allemaal aan het doen bent die dag, is er weinig animo om vanuit de etalage ook bij jouw winkeltje binnen te lopen. Dus eigenlijk wil ik het hierbij laten, super kort, maar super concreet. Wanneer je niet iets in geen aanbod doet, krijg je ook geen aanvraag. Zie jezelf als een winkel, als een fysieke winkel met een etalage. Wat heb jij in de etalage staan waardoor mensen bij jouw winkeltje binnenkomen? Ik ben heel benieuwd wat je er uithaalt en of je daar misschien ook nog wat in te verbeteren hebt. Laat het me weten. En wat ik ontzettend, ontzettend leuk vind, is alle mega leuke reacties die ik de afgelopen tijd van jullie krijg op de podcast. DM's, mailtjes, berichtjes. Super, super leuk. En omdat ik denk, ja, weet je, de podcast is super waardevol. Ik deel heel graag daar allerlei belangrijke, waardevolle dingen in. En ik vind het echt mega leuk als jullie dat delen, zodat al jouw ondernemers, vrienden en vriendinnen daar ook van kunnen leren. En daarom wil ik de hele maand juni, dus de hele maand juni voor alle afleveringen, het maakt me niet uit welke je deelt,
wanneer jij even een screenshotje maakt van de aflevering die je luistert en daarin die deelt op Instagram en even daar, mij daarin tagt, @Siska_IamGroot. Iedereen die dat doet, die dingt mee naar een hele mooie prijs als bedankje. Ik wil je daar echt voor bedanken, zodat de podcast nog meer kan groeien, zodat nog meer mensen echt daarvan kunnen leren en gewoon al vanuit alle gratis content echt al hun onderneming kunnen laten groeien. En als dank, dus wat kun je dan daarmee winnen, geef ik 1 keer de training Programmeer jezelf voor succes weg. En die heeft een waarde van €199 en die geef ik dus heel graag cadeau aan één van die geweldige mensen die de podcast deelt. Dus deel hem op, deel een screenshotje op je Instagram, tag mij dan vooral en dan ding je helemaal voor niks mee naar die supermooie prijs. De training Programmeer jezelf voor succes, de waarde van €199, ex-BTW. Dus doe mee, zou ik super tof vinden. Aan het einde van de maand, of nee, op 1 juli zal ik dan de winnaar bekendmaken. En die krijgt meteen toegang tot de training die mega waardevol is. En die, waar ook de laatste maanden echt hele mooie resultaten en reacties uitgekomen zijn. Dus superleuk als je het wilt delen. Dan maak je kans. En ik vind het geweldig om een van jullie blij te maken met die mooie prijs, maar ook jullie sowieso nu al vanuit de grond van mijn hart te bedanken voor het delen en het meehelpen laten groeien. Heb een hele mooie week, heb een hele mooie dag en ik spreek jullie heel graag weer in de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze episode. Ik vind het zoals altijd echt superleuk om te zien wie er luistert. Dus als je de aflevering leuk vond, maak dan even een screenshotje van de episode en deel deze op Instagram. Je kunt hem delen op je stories of op je feed en vergeet me dan vooral niet te taggen, zodat ik kan zien dat je luistert. En je vindt mij op Instagram onder de naam @Siska_IamGroot. Wil jij nou ook echt doorgroeien met jouw bedrijf? Wil jij grip op je bedrijf en grip op je klantenstroom? Download dan mijn gratis one-pager waarin ik je in 4 stappen hier doorheen leid en deel met je hoe jij dit ook voor jou kunt laten werken. Dus wil je groeien? Wil je grip op je bedrijf? Wil je dat het niet meer voelt als het toeval dat je weer nieuwe klanten krijgt? Download dan de one-pager hieronder via de link of ga even naar de website iamgroot.com en download hem daar gratis. Heel veel succes, heel veel plezier en tot de volgende! We'll be right back.